Ik heet u van harte welkom bij Alternative Lifestyle Academy. Ik ben Fabrice Fabina en vandaag heb ik Vera Bex te gast. Vera heeft iets met dieren en ze vertaalt eigenlijk wat de dieren tegen haar vertellen tijdens de sessies. Het is voor hoofdzakelijk met paarden, maar ook haar hond en kat spelen af en toe mee in het toneel. Buiten dat doet ze ook intuïtief schilderen. Maar hoe en waarom ze dat doet, dat legt ze zo wel uit. Dus ik geef Vera het woord. Hallo Vera, ik heb je vandaag uitgenodigd om dus iets te komen vertellen over jouzelf. Dus wie ben je, wat doe je, waar vinden ze je? En we gaan dat gewoon stap voor stap doen. En het is ook een beetje... Waarom heb ik jou uitgenodigd, denk je? Omdat het natuurlijk, je doet ook niet iets wat alles dagen is. Je doet wel iets heel speciaals. En ik weet dat. Dus we hebben al een heel uitgebreide gesprek gehad hiervoor. Maar ik zou ook wel fijn vinden dat ik jou kan presenteren en dat de mensen ook weten waar dat je expertise zit. En ja, wat is dat eigenlijk? Oké. Dank u wel dat ik hier te gast ben. Wie ben ik? Ik ben Vera Bex en mijn bedrijf heet Casa Natura. En wat doe ik daarin? Ik neem eigenlijk mensen mee terug naar wie dat ze echt zijn. Mensen die hier toekomen, die komen eigenlijk in een omgeving terecht waar dat er heel veel veiligheid wordt gevoeld. Waar dat mensen echt... Als ze hier toekomen, ze zeggen dat vaak. Hier is zoveel rust. Ik mag hier helemaal mezelf zijn. En de bedoeling hier is natuurlijk... Ja. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling hier is eigenlijk dat de mensen dat achteraf ook kunnen meenemen naar huis. Dus het feit dat je hier helemaal jezelf mocht zijn, dat je bij die paarden je kunt laten zien, dat je daar heel veel feedback van krijgt. Zowel die paarden bieden een spiegel, maar die helen ook. Die zorgen dat er stukken naar boven komen die naar boven mogen komen. En dan vanuit het creatief proces waarin ik mensen meeneem, gaan we eigenlijk dieper naar de kern. En van daaruit kun je eigenlijk helemaal terug dichter bij jezelf komen, kun je zelf leren kennen. Er komen inzichten. Je mocht eigenlijk op dat moment zijn zo hard bezig met wie dat je zelf bent en met je eigen proces. Maar het is dan ook mooi dat je het achteraf ook kunt meenemen naar je eigen omgeving. Dus dat is een beetje mijn begeleiding daarin, is om zichtbaar te maken, om die processen in gang te zetten en om er dan voor te zorgen dat dat ook meegenomen kan worden naar huis. Dus uiteindelijk, als ik het goed begrijp, zit je echt in een heel natuurlijke omgeving waar dat je met paarden werkt en met dus je klanten samen. Ja. Dus een samenwerking dus eigenlijk met drie. Hè? Dus jij, paard en je klanten dan. Ja, dat klopt. Dat klopt. En ja, hè, dus ik weet dat dieren spiegelen. Mm-hmm. Dus wat maakt dat een paard meer spiegelt dan bijvoorbeeld, zou dat eventueel ook met honden kunnen doen of zo, of met katten? Of... Ja, je kunt eigenlijk, want ik gebruik ook wel regelmatig de hond hier ook bij en soms komt die kat ook wel meedoen. Dat hangt een beetje vanaf van wat dat er op dat moment speelt. Maar waarom zijn paarden zo goed? Dat is omdat dat zijn kuddedieren. Die hebben de natuurlijke reflex om alles heel goed te lezen. Want als die niet kunnen lezen wat er speelt in een ander paard of in een roofdier, ja, dan worden ze in het wild zogezegd opgegeten. Hè? Dus als zij niet gezien hebben of dat roofdier honger heeft en achter hun gaat aangaan, of dat roofdier eigenlijk gewoon op doortocht is, ja, dan hebben ze een probleem, want dan zouden ze constant in die volle adrenaline zitten om schrik te krijgen. Dus paarden zijn daarop getraind om heel goed te lezen en die geven dat ook direct terug. En dat is hetgeen dat hier zo mooi maakt, dat... Wanneer dat een persoon met een bepaald thema komt of waar dat er ergens iets in zit, dan gaan die paarden dat direct aanvoelen. Je gaat die interactie in de kudde zien, maar die paarden gaan ook reageren naar die persoon toe. En het fijne daaraan is dat je dat ook direct kunt omschakelen. Dus wanneer dat je zelf je gedrag aanpast
en dat je dus vanuit een andere mindset ook gaat gaan het werk gaan met de paarden, dan gebeurt er iets moois en dan verandert het ook onmiddellijk. En dan zie je die paarden ook onmiddellijk anders reageren, waardoor dat, zeker voor kinderen, is dat iets op een heel veilige manier om te gaan oefenen. Zeker naar sociale vaardigheden bijvoorbeeld, is dat ook een stukje. Ze kunnen dat hier veilig oefenen met een paard, die heeft geen oordeel over u, die reageert gewoon op dat manier. Mm-hmm. En je ziet hoe het anders kan, en dan kunnen we dat gaan oefenen met anderen. Dus jij bent een paardentolk. Ja, ik vertaal eigenlijk wat de paarden laten zien. Maar ik zal ook altijd gaan afchecken wat dat doet met die persoon zelf. Aha. Want het is niet omdat ik iets zie en iets interpreteer, dat dat ook is wat dat die persoon op dat moment daarbij voelt. En dat is wel heel belangrijk om altijd te gaan kijken naar wat heeft mijn klant hier gevoeld en wat doet het met die persoon zelf. Dus jij hebt een aantal paarden en dan gaat jij daar tussen staan? Of hoe kunnen we dat voorstellen? Ja, dus dat hangt er een beetje van af. Meestal gaan we gewoon, en de paarden staan in kudde, we gaan daartussen, we gaan even contact maken met de paarden en dan gaat er al een deel zichtbaar worden. Er gaat al een interactie ontstaan tussen de drie paarden, ze gaan al bepaalde dingen laten zien. En dan ga ik eigenlijk aan de slag met wat er zich aandient. Hè. Dus Okay. meestal weet ik ook wel een thema. Als er geen thema is, dan zien we gewoon wat er komt. Maar de paarden reageren op hoe dat je je voelt en hoe dat je je gedraagt. Als er bijvoorbeeld iemand is die zou zeggen van ik ben niet bang van paarden, maar eigenlijk van binnen doodsbang is, dan ga ik dat direct zien. Ja, dus een paard gaat direct laten zien van dat klopt hier niet. Die is niet eerlijk in wat ze zegt ten opzichte van wat de persoon doet. Oké. Okay. Ik heb dat... Ik zal even wachten... Die pony zal ook dingen terug. Ja, we hebben nu gemist een stuk. Je hebt een stuk blijven hangen, ja. Oké, okay, oei. Van waar heb je mij gemist? Ja, nu is mijn internet onstabiel. Dat klopt, dat gaat toch, hè? Ja, maar nee, normaal gezien niet, maar ik zal het nu wel doen hier, omdat dat natuurlijk wel een beetje... Nee, ik heb... Wacht, waar zaten we? Ja, we zaten op een stoel, denk ik. Deze kun je houden als blooper achteraf. Ja, maar bloopers, dat heb ik, ja, daar knip ik er toch allemaal uit. Ja, van dat ze liegen, dat die paarden dat weergeven. Ja. Maar je hebt dat ook bij, bijvoorbeeld met... Ik bedoel, ik had ooit iemand en die zei van... Hey, ja, die kwam bij mij en ik zag al van duidelijk aan de reactie van mijn katten dat die niks van katten moest hebben. En wat gebeurt er? Ja, die katten komen lekker naar je toe, hè. Ja, dat zal ik er dan ook maar uitknippen. Dat was kei grappig. Zonder geluid. Dat zag er niet uit, maar dat was kei grappig. Want ik dacht, ze hangen niet vast, maar ik hoor ze niet. Wat doet ik had nu? Hè? Ja, dus ik had water, en ze wouden allemaal water. En waar de kat gespringt dus op tafel, en wat doet die? Die drinkt dus uit dat glas. Van degene die dus de dood is voor een kat. Ja, maar dat is dus echt iets. Elk dier spiegelt wel voor een stuk. En een kat kan dat op weer een heel andere manier doen. Wat ik ook merk met katten is dat die heel vaak, of toch mijn kat dan, dat die heel vaak meekomt doen als ik werk op een systemisch vlak. En het gaat over de banden met... De vrouw, alleen langs de vrouwenlijn. Ah, ja. Dan zie ik de kat heel vaak komen, allee, komt hij ineens mee in beeld. En zelfs als ze maar gewoon doorkomt, dat doet altijd iets. Er komt altijd wel ergens iets extra naar boven, gewoon door de aanwezigheid van die kat daarin. Dus dat zijn altijd zo'n stukken, dat hou ik altijd wel mee. Dan, als de kat passeert, dan weet ik, daar zit iets in de vrouwenlijn niet helemaal juist. En is dat met een hond dan van de mannen? Nee, een hond komt eigenlijk qua systemisch vlak staat een hond eigenlijk echt op hoe ga je in interactie met mensen en hoe is dat op sociaal vlak. Maar dat is niet zo direct gelinkt naar de mannelijke of vrouwelijke kant. Het staat echt zo
puur naar op welke manier gaat in interactie met mensen. Dus dat is toch nog wel wat anders. Ja, ik heb dat zoals ik bij mensen ben. Ja, dan komen die dieren allemaal in actie. Dat is altijd heel grappig. Dan komen de muizen, een woelrat, vogels, amteven, vlinders. Alles komt wat er in de omgeving komt altijd naar mij. Ja, maar dat is goed. Dat is en dat echt... is ook altijd... Allee, zeker als er zo één specifiek dier vaak langskomt, dat is altijd wel iets dat dat betekent. Je kunt dat zeker ook gewoon opzoeken. Er is heel veel te vinden tegenwoordig op internet daarover ook. Maar En hoe kunnen we dat opzoeken? Ja, je kunt bijvoorbeeld energetische betekenis van bijvoorbeeld een roodborstje of zo. Ja. Zeker als ik het niet weet, want er zijn ook wel boeken van, maar als ik het niet weet wat een dier betekent, ga ik het ook vaak zo nog eens even achteraf opzoeken om te zien van, heeft het er iets mee te maken? Als de persoon in kwestie het opmerkt, gaat het altijd iets zijn wat gezien mag worden. Ja, ik heb zoiets met reigers, hè. Ah ja, voilà, zie, dus dat... Zeker een keer verder gaan kijken, want een reiger heeft ook wel verschillende betekenissen. Dus op verschillende gebieden. Maar dat zijn dingen die ja... En dat is op... Weet wel dat dat ook altijd een momentopname is. Het is op dat moment, maar dat kan zijn dat je 3 dagen later dat totaal niet meer is. Hè? Het is wel op dat moment speelt en daar gaat het dan mee aan de slag. Maar dat hoeft niet 3 dagen later bijvoorbeeld nog echt hetzelfde te zijn. Ah nee, want je evolueert. Als je wakker bent, dan evolueert je natuurlijk en dan staat je daar. Maar ik vind gewoon, het zijn reigers, vind ik gewoon heel magische dieren. Ook al zeggen de anderen stuk, die pakken mijn vissen uit vijver. Dat zijn gewoon... Dat is niet meer, Rieke. Ja, hè, dus, maar ik vind het gewoon, als ik ze zie vliegen, ik vind het gewoon magische dieren. Ik kan ze staan ook altijd zo heel erg mooi als je ze ergens ziet zitten. Ja. Dat is altijd super om ze te zien, denk ik. Dat is voor mij. En buizers, dat is ook zoiets dat ik regelmatig... Ja, die vliegen hier bij mij ook met z'n allen plekken rond. Ja, en kan elk paard dat? Of heb jij specifieke... Ja en nee. In dat opzicht dat elk paard dat sociaal oké is, kan coachen. Maar je coacht bijvoorbeeld niet met een ziek paard of een paard dat pijn heeft. Of een paard dat de echte sociale vaardigheden niet heeft van om te gaan met anderen in een kudde. Het hangt er een beetje van af. Een veulen moet je ook niet meer coachen. En dat is hetzelfde als dat je een kind zou laten coachen. Dat doet een baby, hè, want uiteindelijk een veulen ja, is toch een dat is toch echt een kleintje. Maar dat is wel belangrijk dat je ook rekening houdt met hoe zit mijn paard in zijn vel. Als je ziet van er is iets niet helemaal oké, ja, dan gaat je die niet inzetten. Hè. Ja. Want paarden onderling... zelfs een paard dat zich niet goed in zijn vel voelt of ziek is of wat dan ook, zal in de kudde altijd meedoen, want als je niet meedoet, dan wordt het opgegeten. Hè? Ja. Dus, maar hou daar dan zelf wel rekening mee. En ik zorg ook altijd dat ik nadien goed kijk dat de paarden dingen terug wegkrijgen. Hè? Als het een zware sessie is of zo, dat niet blijft hangen. Nu, het voordeel in kudden is dat ze dat met z'n allen samen aanpakken, maar je kunt zelf ook wel veel doen om je paarden daarin te ondersteunen. En hoe doe je dat dan? Ik zorg bijvoorbeeld altijd dat er geknabbeld kan worden nadien, dus dat ze dat zorgt al dat het stressniveau van je paard ook verlaagt, als dat hoofd naar beneden gaat. En dat, dus op die manier kunnen er ook voor zorgen dat er al een pak naar beneden gaat. Maar als ik nu zou zien dat er echt iets blijft vastzitten, ja, dan kan ik ze ook wel behandelen. Dan kan ik ook wel een reiki-behandeling doen of okay. inzetten op die manier. En, nu, ja, zeg ik maar. Heb dat hier eigenlijk nog niet na een sessie. Ik denk ene keer dat ik dacht van, maar het was al opgelost tegen dat ik van plan was van er iets aan te doen. Hadden ze het samen al in orde gebracht. Dus ze doen dat samen. En uw paarden komen allemaal goed overeen dan? Ja, ik heb eentje. Adriana is hier nieuw. Die is hier ondertussen 1 jaar. En dat klikt niet zo goed met mijn oude Mary. Dus die staan meestal apart. Vooral 's nachts. Overdag staan die samen op de wei. Dan is er geen enkel probleem. Maar 's nachts mag Rana apart, zodat ze de rust kan opzoeken. Want ons Rana is heel oud, al is al 26. Dus die heeft wat rust nodig. En Adriana is nog een jong beestje die vol vuur zit.
Dus die gaat dan, gaan ze 's nachts gaan ze apart en dan gaat dat goed. En tijdens het werken en het coachen gaat dat super. Dus daar heb ik in het begin wat schrik voor, van oei, als dat hier niet overeenkomt, wat gaat die interactie zijn? Maar dan weten die duidelijk waar dat die mee bezig zijn en dan is daar niks van te merken. Dus, ja, want paarden zijn wel heel intelligente dieren, hè? ja, absoluut. En zeker, al ja, dat is gewoon een, ja, ik vind dat gewoon een heel edel dier. Ik kan er ander niet Ja, het is ook een daar. dier, hè? Ja, ik heb daar ook een heel zwak voor, omdat uiteindelijk, je hoeft geen woorden te gebruiken, die voelen dat gewoon harder aan. En ja, ik vind dat gewoon geweldig. Ja, en ze halen er ook stukken uit, want zoals ik daar straks zei, ze helen ook. Het is niet alleen dat ze spiegelen, maar ik heb bijvoorbeeld, nadat ik een zware zwangerschap gehad heb en dan een zware bevalling, kwamen ze altijd in mijn buik duwen. En ik dacht, maar zeg, hey, dat is niet fijn. Maar na een tijd, dus je ziet dan je eigen paarden dat doen en je hebt nog niet zo, ja, ik dacht, zeg, hey, mijn buik is zo juist aan het herstellen en dit en dat. En dan was ik op een gegeven moment naar een vriendin geweest die ongeveer hetzelfde werk doet, maar met ezels. En ik kom daar binnen in die wei, boah, die ezel met zijn hoofd recht in mijn buik. En hetgeen dat zij toen zei tegen mij was, Vera, zou jij eens niet naar een dokter laten kijken naar wat er gebeurt als je zegt dat dat bij u ook gebeurt? En ben naar de dokter geweest, naar de gynaecoloog. En er was toch wel degelijk nog iets dat nog niet helemaal oké was. Dus zo zie je dat ze ook die dingen weten te vinden. Ja. Ik heb ook al geweten dat ze bepaalde stukjes helemaal mee gaan helen, zodat het minder zwaar wordt. Dus ja. Ook dat kan een paard, hè. Ja, een paard kan. Allee, ik vind dat gewoon fantastisch. Maar dan gaan ze bij jou er niet op zitten. Het is niet dat je... Dus de paarden, je gaat niet... De bozen worden niet bereden. Het is gewoon, je gaat daar... Dat is eigenlijk niet de bedoeling, dat ze bereden worden. De bedoeling is echt dat je ertussen gaat en met oefeningen of hetgeen dat ik dan vraag om te doen of wat dat we samen bekijken. Maar ik zeg niet dat er nooit eens iemand op zit. Bijvoorbeeld als ik kinderen heb, zeker kinderen met een bepaalde problematiek, zou ik maar zeggen, die het soms wel lastig hebben om daarna, als iets heel erg moeilijk geweest is en ze hebben daar heel erg moeten aan werken en dat was niet zo gemakkelijk, dan kan het zijn dat ik ze daarna even op, zeker op Rana zet, om even zo ook de spanning terug weg te laten en even rondstap, dat ik dan een relaxatieoefening bovenop het paard doe en dat ze zo heel erg rustig terug naar huis kunnen. Want ik laat niemand naar huis gaan die niet rustig is. Hè. Dus dat is niet de bedoeling dat je naar huis gaat en dat je nog helemaal opgefokt bent of dat je nog helemaal in die sessie zit. Het is wel de bedoeling dat je rustig... En hoe doe je dat dan? Ook met ademhalingsoefeningen of meditaties? Ja, of... daar zit een deel ademhalingsoefening in, maar ik ga echt... het paard zorgt er mee voor dat er spanning weggaat. Ik vraag dan zeker om te gaan voelen van hoe dat paard onder je voelt, waar dat je bepaalde warmte voelt. Dan moet je gaan opliggen en dan eigenlijk gaat het zo helemaal mee. En ik doe dat altijd met mijn oude Mary, omdat zij daar enorm goed in is om je helemaal in rust te trekken. Zij neemt u gewoon helemaal mee in haar energie. Dat is ook iets wat dan niet zo gemakkelijk is soms om in je eigen energie te blijven. Dat is iets wat je hier heel goed leert bij mijn paarden, om bij je dicht bij jezelf te blijven. Want ons Rana, die trekt je helemaal mee in haar energie. Hè? Dus die heeft een hele rustige energie, maar dat kan soms ook wel ambetant zijn in dat opzicht dat je dan misschien eens niet verder geraakt, omdat zij zoiets even van hier blijven bestaan. Dus je moet heel dicht bij jezelf blijven. Maar als je dan boven op paard zit, dan is dat wel een goeie om mee naar rust te gaan. En daar moet je helemaal meenemen in die rust. En als je daar dan niet op zit, doe je dat dan, ga je er dan tegen hangen? Ja. Er zijn momenten dat zeker kan. Dat hangt eigenlijk af van wat ik op dat moment zie dat nodig is. Ik zal altijd gewoon doen wat ik ook bij de paarden zie terugkomen, wat ik bij de persoon in kwestie zie terugkomen. Het rijden zelf wordt niet veel gedaan, maar ik zeg het af en toe. Af en toe wel. Zeker bij een kind dat een bepaalde spanning in zijn lichaam ophoudt, wil ik dan toch... En laat je ze soms liggen? Ja. Ja, want ja, het is natuurlijk niet zo gemakkelijk. Met een trucje kun je paard wel laten liggen.
Want dat doen ze bij de cowboys ook wel Ah, net, zo, de maar... paarden. Nee, ik laat de Ja. paarden niet gaan liggen. Oké. Voor mij, een paard dat gaat liggen, dat moet ik in de oog houden. Als er een paard is dat gaat liggen, dan weet ik dat er iets, Oké. iets zwaarder kan schelen. En dat gebeurt hier af en toe, dat er is een gaat liggen. Gaan rollen, dat is wat anders, hè? Maar als er Nou geen ja. liggen, dan weet ik dat ik ook daarin even moet gaan kijken wat dat er scheelt. Ja, oké. Maar ik zal ook nooit, hè, want omdat je zei van dat zijn trucjes, ik zal ook geen trucjes aan mijn paarden aanleren, want dan is de communicatie niet meer zuiver. Ah, ja, Omdat je al niet weet of zij iets aan het doen zijn, of dat ze eigenlijk een trucje voor een stukje eten of zo. Ja, dus daarom wil ik geen trucjes aan mijn paarden aanleren, omdat ik dan niet meer zuiver oké. dan is mijn communicatie niet meer zuiver met hun. En dus Ah, daarom ja. geen trucjes. Ja, het is omdat ik zelf altijd dressuur heb gereden. Ja, dan leert je natuurlijk samenwerken. Hè? Ja, tuurlijk. Ja, en Maar ik dat werkte... is een gevaarlijke om... Ja, ik moet het perfect kunnen zien zoals het is. En als ze trucjes geleerd hebben, dan kan een bepaalde beweging komen omdat ze denken dat er iets volgt of dat je juist een beweging gemaakt hebt die bij dat trucje hoort of zo. En Ja. dan is het voor mij niet meer zo duidelijk wat er nu echt scheelt. En werkt je met je stem? Ja. Ik zal... als er iets... Is dat dan niet oké is, dan kan ik altijd ook vragen om aan mijn paard om te stoppen of wat dan ook. Dan, Ja, ik werkte vooral met mijn stem, dus dat was ja. een zweep, dat was voor de show. Maar ja, Ja, als je blessure hebt natuurlijk, heb je dat bij, voor het geval van, hè, want ze verwachten dat eigenlijk wel volgens de regels. ik heb dan niet. Nee, ik had dat eigenlijk ook, ik had alleen maar voor de show bij. Dat was voor de vliegen weg te nippen. Dat was eigenlijk zo. En dan nog, hè, bedoel, dat was meer voor me weg te jagen, maar voor de rest, ik gebruikte Nee, dat weet eigenlijk. je, een zweep vind ik wel... pas op, ik zeg niet dat dat geen goed instrument is om bijvoorbeeld uw arm te verlengen en iets duidelijk te maken. Kan dat wel, zeker als je in training van het paard bent en dus niet aan het coachen bent, maar echt aan het je paard aan het trainen bent of dat grondwerk aan het doen. Dan kan een zweep een verlenging van uw arm zijn om iets duidelijk te maken. Maar ja, daarvoor wordt dat hier wel een keer gebruikt, maar dan niet om... Nee, ik longeerde die altijd met mijn stem, dus Ja. ik had dat wel vast, maar ja, dat was eigenlijk meer voor de show, dus ik vond dat ook Ja. niet, ik vind niet dat ik dat het recht heb om dus als mens een dier met een zweep te behandelen, dus dat was niet voor mij weggelegd. Nee, Ik werd daar wel een beetje voor veroordeeld, maar daar trok ik me eigenlijk allemaal niks van aan. we moeten daar niks aan aantrekken. Nee. Maar vooral doen wat dat goed voelt. En Ja. ik denk, ondertussen zijn de mensen al meer op de hoogte van wat een paardencoach doet en op welke manier dat hij met paarden werkt. Maar ik denk dat 10 jaar geleden waren wij heel rare wezens die iets van hun paard vroegen dat toch niet echt logisch was, want de paard moest in de krul en je moest je dingen ermee doen en vooral mooie dingen doen. En toch niet zoiets. Ik weet, als ik ben in 2006 begonnen met een aantal zaken anders te gaan bekijken. En ik weet nog altijd dat mijn grootvader toen zei, wat dat gaan doen zijn met dat pjet, zet hem maar op terug in de wei. Ofwel zet er mee aan het werk, ofwel let het op de wei. Maar dat gespeel, dat moet gedaan zijn. En nu is dat gespeel mijn job. Dus hij heeft ondertussen ook helemaal... Want die mens is ondertussen 90 jaar. Maar hij begrijpt nu ook heel goed wat ik aan het doen ben. Als ik dan af en toe zeg van... Kijk, dat en dat heb ik bereikt. Dan is hem wel fier. En dan zie ik soms ook... Als hij ziet van hoe dat kinderen hier... zeker met de kinderen krijgt hem tranen in zijn ogen. En dat is wel fijn om nu te zien... Dat hem dat wel apprecieert. En Ja. daar heel anders in staat dan pakweg zoveel jaar geleden. Maar dan werkte jij vooral met kinderen, want je hebt het altijd over kinderen. Of heb ik dat... Omdat ik werk ook zeker met volwassenen. Oké. Dat is anders dan met de kinderen. En waarom dat ik nu net van de kinderen... Dat is omdat dat bij de meeste mensen, gelijk als degene die zo heel ongeloofwaardig daarover stonden, als iets werkt met een kind, dan wordt dat sneller aanzien als... Oh, je hebt de kinderen kunnen helpen. Dus ik zal bij mijn grootvader altijd dan iets zeggen over wat dat er mooi geweest is met een kind en niet over een volwassene. Ja, Dus, maar met kinderen gaat dat waarschijnlijk ook wel sneller. Dat hangt er een beetje vanaf.
Hangt van het kind af, hangt van hetgeen af waarmee dat ze komen. Want ik kan hier een volwassene die een bepaald thema heeft en waar ik aan systemisch kan op werken, kan dat ook heel snel gaan. En dan kun je daar ook op één sessie eigenlijk al een heel pak vooruit zijn. Dan kan dat doorcijpelen, kan dat verder werken. En dan kan dat zijn dat je nog wel eens terugkomt. Maar dan zijn ze eigenlijk ook wel vertrokken soms. Dus het hangt echt van hetgeen waar dat je mee zit. Als daar echt in je systeem, in je familiesysteem, ergens een verstrikking is en we kunnen die aanpakken, we hebben die doorgrond, dan kan dat zelfs zijn dat je daar met één keer, hier met één sessie, dat hersteld is. En dat je dan verder kunt. Maar dat zijn allemaal stukjes, ja, op wat zit het, dat gaan we gaan zoeken. Hè. Ja, dat is maar je doet dan. Kan wel snel gaan soms ook. En je doet dan eerst een gesprek. En dan gaat het naar de paarden. Of... Dat hangt er een beetje vanaf. Meestal weet ik al een stukje wat dat we gaan doen, omdat ik de persoon al gesproken heb voordien. Ja. Maar ik doe mijn gesprekken liever ook bij de paarden. Omdat ik dan ook al dingen zie ontstaan. En wanneer dat je bijvoorbeeld begint met een paard te borstelen, begin meestal zo, omdat je dan contact maakt met je paard ook. Maar dan zie ik ook... dat er dan ook veel meer verteld wordt. Dan zit daar een paard tussen. Hè? Ik sta aan de andere kant van dat paard en ik borstel wel mee. Maar dan staat daar een paard tussen om te praten. En dat gaat vaak gemakkelijker. Ja, ja, ja. Ja. Dus, vooral omdat het dan soms wel heel diepe trauma's kunnen zijn waar ze mee lopen en al jaren mee rondlopen waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Dat is niet altijd zo even evident wat er hier besproken wordt. Maar de paarden gaan daar heel duidelijk mee hoe zou ik zeggen, ze spiegelen het goed, maar ze laten het ook voelen. En je kunt daarna daar ook weer een stukje verder mee, omdat ik daar ook wel mee aan de slag ga, een aantal oefeningen geef, waar dat je dan ook samen met paard kunt aan werken. En dan ga ik vaak mijn atelier in om te schilderen of te tekenen. En dan komt er nog wel een hele race naar boven, waarin dat we dan gaan zien van oké, wat hebben we hier nu op papier gezet na wat dat we gevoeld hebben bij de paarden. En dan komen er heel veel inzichten. Hè? Dus hetgeen dat er dan op je papier komt, dat komt echt het diepste van jezelf. Hè? En is dus, dat... Ja, nee, zeg maar verder. Was het dan intuïtief schilderen? Of hoe... Ja. Ja. Dat kan zijn dat ik daarin dat het gewoon komt. Het kan zijn dat ik de persoon wat ga helpen en met bepaalde vragen tot iets mee ga brengen. Maar wat er komt, komt altijd uit het diepste van jezelf. Plus wat dat zal zijn wat er op dat moment gezien mag worden. En heel vaak ga je bij bepaalde beelden... ga ik dan ook een duidelijk beeld krijgen en kan ik dat ook terugkoppelen. En dan komen er weer extra inzichten. Dus dat is bij mij iets wat ik... dat is een stukje dat in mij zit, dat ik heb en dat ik kan. Dat is bij iemand die iets tekent of schildert of een bepaalde lijn op zijn blad zet, krijg ik direct een beeld. En weet ik iets van... maar dat of dat of dat. Ik kan dat terugkoppelen en dan kunnen we weer een pak verder gaan. Dus je hebt ook contact met... iets buiten natuurlijk. Allee, of hoe dat je dat moet zeggen. Spiritueel, hoe dat je dat ding allemaal... want ik gebruik niet dat woord spiritueel, omdat dan... Allee, sommige mensen denken dan dat je gaat zweven, wat dan absoluut... Ik ken het al een klein beetje. Is niet het geval. Hè? Dus, Nee. Ik breng het terug naar hier. Wat is dat juist? Dat heb ik me al vaak afgevraagd. Ik weet dat niet. Ik weet dat ik iets kan wat niet iedereen kan met beelden. Daar komen beelden bij mij naar boven die ik dan terug kan zeggen. Maar van waar komt dat? Dat is iets dat gewoon gebeurt. En ik kan dat eigenlijk niet zo goed verklaren of niet zo goed uitleggen. Dat is gewoon iets wat in mij zit. Dat als ik iemand een bepaalde lijn zie zetten en kan ik aan die lijn al bepaalde dingen zien, kan bepaalde dingen gaan teruggeven. Dat is iets dat in mij zit en dat gewoon naar boven komt. Oké. En doe je dan ook iets met kleuren? Want uiteindelijk de kleuren... De kleuren zijn altijd vrij bepalend voor wat dat gaan doen zit. Sowieso laat ik mensen hun kleuren altijd kiezen. Intuïtief ook, want dat betekent ook veel. Dus de kleur die je neemt,
ga altijd in verhouding staan met wat je op dat moment bezig bent. En natuurlijk heb ik ook creatieve therapie gedaan, dus ik ben wel creatieve therapeut. Dus ik weet ook bepaalde stukken van, oké, als iemand dat op die plek van zijn blad zet, ja, dan kan dat in verband staan met die en die dingen. Maar ik laat dat zoveel mogelijk los, wat ik weet, om te gaan voelen wat dat er Ja. echt zit. Ja, want ik heb dat met kinderen geleerd, hè, dus creatief coachen, om het zo maar te noemen. Het is, maar ik vond dat ook wel heel boeiend, dat je weet van, oké, je tekent een huis, en laat iemand een opdracht geven aan een huis, en wat daar uiteindelijk allemaal uitkomt. Ja, zeker ook bij die kindertekeningen begrijpen. Daar zitten, daar, ja, dat gaat diep, hè, want iedereen tekent een huis ongeveer op dezelfde manier, maar het is wat dat je erbij aanzet en waar op welke plaats dat je dingen plaatst en hoe dat ze dat doen, dat je heel veel te weten komt. En zeker ook met een boomtekening kom je Ja. ook heel veel te weten. Dus dat zijn dingen die ik soms ook wel vraag aan de ouders om, als het dan over kinderen gaat, om ze een keer op verschillende tijdstippen doorheen de week een boom of een huis te laten tekenen en dan mee te brengen. Omdat ik daar soms ook al iets door te Ja, vinden. ik heb ook wel geleerd om eens een groot rond bord te pakken, daar een ronde aan te trekken en daar dan 7 eilandjes in te tekenen. En die 7 eilandjes en dan de verbinding. Hè? Waar is uw eiland? Waar zit uw mama, papa? Maar ik doe dat ook bij volwassenen. Ja. Als ik er echt niet uit geraak, dan laat ik het zo ook wel doen. Ook een boom in een huis tekenen, zelfs bij volwassenen. Ja, zeker, want er komt ook nog altijd heel veel uit. Ik ga bijvoorbeeld ook, ik heb hier zo'n heel aantal van die miniatuurpaardjes, zo schlagpaardjes. Die laat ik ook vaak, die gaan mee de wei in, die gaan het atelier mee in, dat hangt er een beetje vanaf waar we zitten, maar daar laat ik ze ook heel erg vaak een opstelling maken van, oké, waar ben jij nu en wie zijn de anderen en hoe staan die? En daar leer ik ook heel veel uit. Want systemisch werk met kinderen moet altijd een beetje voorzichtig zijn, want die zijn nog heel erg trouw aan hun ouders, dus je kunt niet, ik weet niet wat doen, maar je kunt wel bepaalde patronen ontdekken en staan die personen wel juist in hun systeem. En dan kun je op die manier kunnen dat ook wel terugkoppelen naar de ouders, want daar zitten de stukjes. Bij de ouders ga je ook het systeem kunnen aanpassen, waardoor dat het voor de kinderen helemaal anders is. Ja. Dus ik zie altijd, wanneer dat ik de ouders kan meenemen in de coaching, dat is altijd heel waardevol, omdat daar kun je, hetgeen wat je met een ouder oplost, heeft sowieso een effect op de kinderen. Ja, dat is vies. Ja, bedoel. Ja, want ik werk eigenlijk, ik heb altijd zo, ik heb dat ook gedaan met kinderen een tijd gedaan, omdat ik dacht van, eerst de kinderen aanpakken. Als je de kinderen aanpakt, dat heeft invloed op die ouders. Maar ik heb nu gezien dat het beter is dat je het andersom doet. Dus ja, het is natuurlijk met trial and error, wat ik dat, ja, de meesten weten dat wel al. Maar ja, ieder doet zijn proces. En ik heb ook wel, want ik was eigenlijk eerst van zwangere en dan de baby's en dan zo verder. Maar dat heb ik allemaal geskipt. En ik heb gewoon, als ze komen voor mijn kinderen, dan zeg ik, ik heb eerst liever graag met jou een sessie. En dan spreken we daar en dan doen we, en dan gaan we zien dat daar heel veel mee kan gebeuren. Heel veel. Ja, want dat zie ik hier ook, waarin dat ik de ouders kan begeleiden, of één van de ouders, en daar een aantal dingen kan herstellen, heb je automatisch dat kind veel sneller in het proces gaat. Ja, want uiteindelijk, als je nog maar, als ouder, je bent slecht gezind. Je gaat daar 's morgens op, je bent slechtgezind, omdat je weet kiek wat hebt. En je gaat naar beneden de trap en ja, patsboom, daar heb je al een van de kinderen die daar staan. Je bent slechtgezind en maar dan hangt dat kind dat uit. Nee, jij bent degene die het eigenlijk uithangt. Ja. Ja. Ik ben dan ook zo lief om dat altijd te laten zien. En sommigen komen gewoon niet terug, omdat dat natuurlijk wel een serieuze wakker worden is. En ze willen niet wakker worden. Ze willen niet een paraplu opdoen en zeggen van, oké, werk dan jezelf. Dat heb ik ook wel al ondervonden. Ja, dat gebeurt ook. Maar het is door de mensen daarop op te gaan wijzen en daar een beetje te gaan in triggeren, dat er iets kan veranderen. Ja. Als je het gewoon laat passeren, dan, ja, dan kan er ook niks veranderen. En komen ze niet terug, ja, dan is het teken dat het nog niet hun proces is, dat ze er nog niet klaar voor zijn.
Ik denk dan altijd van ja, dat is teken dat ik nog niet of niet de juiste persoon ben om hen te helpen, of dat zij gewoon nog niet klaar zijn om in hun proces te gaan. Maar wat daar ook scheelt of waarom dat ook zo is, dat is eigenlijk van ondergeschikt belang. Het is bij de persoon zelf en dan denk ik, ja, dan zet ik met plezier een stapje opzij totdat het aan hun wel is om er iets aan te doen. Ja, ik denk altijd zo van hetgeen wat ik nu vandaag heb gezegd, als de tijd rijp is, dan zullen ze daar toch wel terug aan denken. Ja, dat is ook zo. Want je hebt een zaadje geplant en dat is, soms is dat genoeg. Ja, dat klopt. Dat klopt. Zeg Vera, heb jij nog zo'n tip dat je kunt geven aan mensen die naar onze video kijken of naar ons gesprek luisteren? Ja. Ik ben aan het denken, een tip voor bijvoorbeeld rond meer rust vinden. Of, It's up to you. Oké. Okay. Denk dan, als je denkt aan meer rust vinden of met de kinderen meer rust vinden in huis, dan is het heel belangrijk om te gaan kijken naar wat geeft mij rust. Op welke manier kan ik rust vinden in mijn leven, wat dat een effect heeft op de rest van het gezin. He, dus als ik hier heel erg opgefokt rondloop, gegarandeerd dat mijn dochter niet op tijd klaar is, dat ze jengelt omdat ze andere kleren aan wil doen. Er zal altijd wel iets zijn wat dat niet is wat dat ik wil op dat moment, als ik niet de rust vind. Dus voor mij is het dan heel belangrijk om voor mezelf een aantal rustmomenten te hebben. En heel veel mensen die ik hier begeleid, die hebben allemaal in hun hoofd dat je dan, ja, minstens een uur per dag voor je eigen of dus, en die maken dat heel erg groot en ik ben daar weer niet toegekomen in mijn agenda, want ik vind geen uur voor mezelf. Maar wat dat ik geleerd heb, is om dat niet te zien als dat je uren nodig hebt om voor jezelf. Je hebt eigenlijk maar een paar minuutjes nodig. En zo een tip kan zijn dat je op een post-it schrijft, ik adem bewust 5 keer in en uit. En je plakt die post-it ergens aan je kast of weet ik veel wat. Een affirmatie die perfect bij je past, die je op dat moment nodig hebt. Hop, en je plakt die ergens in de keuken als je een schuif opentrekt. Dat zijn allemaal kleine dingetjes die je voor jezelf kunt doen. Ja. En die direct invloed hebben op de rest. Want die 5 keren ademen, je moet toch ademen. Iedereen ademt. Maar door er 5 keren gewoon heel bewust bij stil te staan en dan je gaat helemaal gronden op dat moment, dan word je zelf rustiger. Ja, ja. Wanneer dat je bijvoorbeeld je kinderen zijn aan het jengelen en het is moeilijk en ze hebben ruzie en je hebt nog een telefoon gekregen en je bent aan het roepen, want ze zijn niet stil. Dat zijn allemaal van die dingen. Iedereen kent dat, want dat gebeurt. Mm-hmm. Maar door jezelf al die kleine stukjes in je huis te gunnen. En geloof me, als je ze niet hangt, die post-its, je weet goed genoeg dat je een keer in en uit moet ademen, maar je doet het niet. Hè? Nee. Dus die post-its. Ja, ik doe dat wel, maar dat gebruikt. Je doet dat automatisch. Hè? Ik bedoel, je staat daar niet bij stil. Het is gewoon die aandacht geven. En het is ook doordat je daar bewust mee bezig bent, gaat ook zakken. Ja. En je gaat met je aandacht vanuit je hoofd zakken naar je longen. En je longen is je hartstikste. En dat is zo belangrijk, want dat zijn maar een paar minuutjes die je passeert voorbij een kast waar dat hangt. Dat hangt hier. Ik heb ook nog post-its in mijn huis, hè, waar dat er af en toe iets op staat. Maar zonder dat je dat hangt, ga je daar echt al bewust moeten aan denken. Terwijl als dat ergens hangt en je passeert daar, je kijkt daarnaar, ah ja, en je doet dat even, oh, en je bent weer in rust. En je hebt dan daarom geen uur van je tijd moeten nemen voor me-time. Maar je hebt wel kleine momentjes gepakt om terug in die rust te gaan. En die kleine momentjes zijn heel vaak waardevoller dan dat jij in één keer zegt van en nu ga ik een uur volledig voor mijn eigen pakken. En dat je eigenlijk daar zie van oh, ik moet me spoeien en oh, ga ik dat uur wel rondkrijgen en ik wil nog een uur gaan wandelen, maar ik moet binnen dat uur. Dan ben je eigenlijk niet in rust. Want dan ben je in je agenda, je hebt dat wel ingepland, maar je bent aan het stressen, want je moet op tijd aan school zijn, je moet dit doen, je moet dat doen. Terwijl als je die momentjes neemt, ik zeg niet dat je die me-time van een uur niet nodig hebt. Hè. Je mag zeker je tijd inplannen, absoluut. Want ze denken de mensen, ik mag hier mijn tijd niet pakken, absoluut. Maar die kleine momentjes overdag, die zijn ook heel erg waardevol. Ja, en het zijn eigenlijk maar een paar minuten. Ja, het zijn maar kleine stukjes. Ja.
Gewoon een keer bewust even gaan zitten. Ja, ik heb zo 3 minuten dat ik mijn hart, mijn ademhaling teken. Dat zijn 3 minuten. Ja, voilà. Ja, ik pak dan nog een minuut voor er te voelen wat dat met mij doet. En dan noteren. En dat is ook hetgeen wat ik op dat moment doe. En dat, ja, is maar 3 minuten. En dat is 's morgens vroeg om met een dag te beginnen. En dat is gelijk dat je, ja, mensen gaan mediteren. Ik doe dat op 3 minuten. Al laat ze dan waarschijnlijk wel 5. Mijn papier pakken, terugpakken. Het zullen er wel 5 zijn. Maar, so what? Het is altijd wel iets. En ik vind dat wel... ik heb dat lang op de baan gezet. En ik dacht, oh ja, ik heb geen tijd. En nu heb ik zoiets van, oké. Ik neem gewoon 's morgens de tijd om dus 3 minuten... met papier te pakken, te ademen, dat te noteren, te voelen en te noteren en te gaan voelen en dan laten waar het is. En... Wel, met dat, als je dan s'avonds de tijd neemt voordat je gaat slapen, zo gelijk in je bed, en even zo verlopen van je dag en dankbaarheid uiten, dat je echt kunt dankbaarheid voelen voor wat geweest is en dat je dan met een intentie gaat slapen van nu ga ik een goede nachtrust hebben en morgen heb ik mijn dag met nog meer van dat, dan zet je ook al een intentie voor de volgende dag. En dat is ook super waardevol. Zo, 's morgens en 's avonds die stukken combineren is ook wel echt... Nou ja, dat is wel een extra tip dat je geeft. Maakt niet uit. Ik heb hier een oksen die ja, als ze aan mij vragen heeft een tip, dan blijf ik maar tips geven. Maar dan denk ik aan dit en aan dat. En aan... Ja, maar dat er zijn het. Zoveel dingen, hè, die we kunnen doen om ons te ondersteunen en te helpen. Ja, ja, dat is wel leuk. Allee, ik vind dat ook wel leuk dat je... Maar je leert ook elke keer van elkaar. Dus jij zegt dit, ik zeg dit. En je, zelfs in dit gesprek zijn er zaken dat ik denk van... Ah ja, oké, okay, maar dat doe ik. En dan als je dat dan doet, dan... Je leert constant van elkaar. En dat vind ik eigenlijk wel het mooie aan wat er op het moment allemaal te gebeuren is. Dat je uiteindelijk de juiste mensen op het juiste pad, het juiste moment krijgt. Ja, want uiteindelijk... 2 jaar geleden, ik kende u totaal niet. Nee, dat is en eigenlijk, ja, ik wist wel dat jij Vera waart, maar dat was het dan. En uiteindelijk, ja, is er toch een magneet gekomen die zeggen van, oké, okay, we gaan wat dichter komen. En uiteindelijk, ja, nou, ik vind het wel een heel fijn gesprek dat we vandaag hebben gehad. Ik heb heel veel bijgeleerd, op een ander vlak dan ik kende met mijn paarden. Ja, ik had paard, ik had eerst pony, pony, paard. Dus, ja, ik heb eigenlijk alleen maar ponies, hè. Die 2 grote, dat zijn eigenlijk voor veel mensen geen paarden. Hè? Maar voor mij is dat een groot paard. Hè? 1,48 meter, ik vind dat groot. Hè? Maar dat zijn eigenlijk ponies. Ja, dat is schofthoogte, is dat nog een pony, ja. Ja, want ons Rana, dat is een fjord. Dus dat is wel fjordenpaard. Maar eigenlijk heeft hij een stokmaat van een pony. Hè? Ja. Ja. Dus ik zou zeggen, Vera, dank je wel om de uiteenzetting en de gast te zijn met mij. Dank je wel dat de gast mocht zijn. En dankjewel voor de tips. Dus dat vond ik wel... Oh ja. En dan extra tips. Ah ja, ik ben nog wat vergeten. 2 vragen eigenlijk. Vooral hier afronden. Waar vinden ze jou? Want ja, het is natuurlijk wel leuk dat ze weten van nu wat je doet. Maar ja, waar vinden ze u? De website? Ja. Ik zit in het prachtige Hageland in Rotselaar. En je vindt me via www.casanatura.be. Of als je gewoon Vera Beck zien klikt, Kaza natuurlijk, dan gaat hij mij ook wel vinden. Ik zit ook op Facebook en op Instagram. Ja, daar kan je mij vinden. Dankjewel. En dan zullen we het hier tot een fijn einde brengen. Ik zou je nog wel eens willen bedanken voor alles. Dus dankjewel. En voor de luisteraars ook. En degene die kijken ook, dankjewel om het tot het einde te bekijken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Bye. Bye. Maak mijn stemje rustig en wil je zeker geen aflevering van me missen? Volg me dan en abonneer je op Spotify, iTunes of Anchor. Zo kan je mijn podcast altijd beluisteren. Maar is luisteren niet echt je ding, maar opteer je voor het visuele? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal. Waar je voorkeur ook naartoe gaat, abonneer je op Alternative Lifestyle by Fabulous Fabine. Dat is alvast je juiste keuze en dank je wel daarvoor. Op al mijn kanalen heb je de mogelijkheid om feedback te geven. Ik vind het heel belangrijk, want ik ben van mening, hoe beter geïnformeerd,
hoe beter kwaliteit dat ik kan aanbieden. En dat is toch wel heel belangrijk, vind ik zelf ook wel persoonlijk. Maar wie me een beetje kent, weet dat creëren en combineren mijn ding is. Ben je nieuwsgierig met wat ik aan het doen ben? Ga dan een kijkje nemen op academie.adunya.be. En academy is in het Engels geschreven. En met deze wil ik je nog eens bedanken voor jouw interesse en hoop je snel weer te zien of te luisteren op een van mijn kanalen. Helende groeten, Fabulous Fabina.